Jeroen Smit is een schrijver en onderzoeker die vooral grote bedrijven doorlicht. Zijn boek De Prooi, waarin hij de val van ABN AMRO beschrijft, werd een bestseller. Ook treedt hij regelmatig op in televisieprogramma's. Onder andere voor de documentaire Leiders gezocht, waarin hij op zoek ging naar het juiste leiderschap voor de 21ste eeuw. Jeroen is een echte optimist. Hij is gefascineerd door de spanning tussen de persoonlijke en professionele integriteit. Vandaag spreekt hij hierover. Het is me een eer en genoegen hier te mogen staan. How to fix a broken system. Nou, dat vraagt om te beginnen hard werken. En volgens mij zit de ideale plek. Want het ruikt hier naar decennia hard werken. Ruikt u het? En volgens mij wordt er vandaag ook hard gewerkt. Ik heb maar 15 minuten. De klok moet nog gaan lopen. Ik heb maar 15 minuten en daarom heb ik het verhaal voorbereid. Ik moet ik het kort houden, dus moet ik het strak houden. Ik ga het een beetje voordragen. Als onderzoeksjournalist ben ik meer dan 25 jaar nu gefascineerd door het thema leiderschap. Leiderschap in het bedrijfsleven. Wat maakt die mensen, veelal mannen, kom ik nog even over te spreken, wat maakt ze nou zo succesvol? En waarom zorgt dat aanhoudende succes er vaak voor dat ze zich schipper naast God wanen? Ze gaan in hun eigen waarheid geloven, stoppen met luisteren, zo gaat dat met mensen die in hun eigen waarheid geloven, en raken zo het zicht op de werkelijkheid kwijt. The rise and fall, zou je kunnen zeggen. Ik heb deze Shakespeareaanse drama's twee keer beschreven, één keer in het drama Aholt en één keer, kwam net voorbij, De Prooi. Mijn favoriete bank, u kunt het zich voorstellen, ABN AMRO. Ook nu weer lekker in het nieuws. Daar gaan we het niet over hebben. Dames en heren, de wereld snakt naar leiders, naar mensen, de vorige spreker zei het al. Naar mensen die zich richten op de grote vraagstukken. Op de zorgen van de langere termijn. In het bedrijfsleven vinden we deze mensen nauwelijks, veel te weinig. En daarover heerst een hele sterke focus op weten en winnen. Op de korte termijn, op overeind blijven. Misschien herkent u dat wel. Die leiders, die deelnemers, die geven het systeem de schuld. Ik heb er velen gesproken die afgelopen week, die zeggen allemaal, ja, ik zou willen dat het anders was, dat het anders in elkaar zat, maar dat is het systeem, ik zit erin, ik moet leveren, zo is het nou eenmaal. Overleven. Zelf twijfelen ze daarbij trouwens natuurlijk niet aan hun goede bedoelingen, aan hun integriteit. En dat zouden ze juist wel moeten doen. Sterker nog, dat zou dus het begin van een oplossing kunnen zijn, als we gaan twijfelen aan onze integriteit. Ik kom er zo op terug. Lang geleden verwachten we de antwoorden, dames en heren, de antwoorden op deze grote vragen, goed en slecht, de vraag over goed en kwaad. Lang geleden verwachten we die antwoorden van een veelheid van goden. Dat hebben wij niet meer meegemaakt. Vervolgens hebben we een kleine 2000 jaar, veel in ieder geval, het met één god gedaan. Je zou kunnen zeggen, grofweg, dat sinds de Tweede Wereldoorlog verwachten velen het vooral het heil, zeg maar, van de overheid. En na de val van de muur in 1989... het einde van de geschiedenis werd toen beschreven. En dan zou de markt voor een eerlijke verdeling van schaarse middelen gaan zorgen. Goed en kwaad. Maar sinds de crisis van 2007-2008 weten we dat die amorele markt tekortschiet. Het gat tussen arm en rijk, het kwam net ook al even voorbij in de Verenigde Staten, maar ook hier in Europa, groeit nog steeds. En dat is een enorm probleem. Hoe verder? Zonder God, zonder overheid of markt als kompas, wordt het voor veel mensen ingewikkeld. Naarmate de teleurstelling over de werking van de markt groeit, is de neiging groot dan maar weer naar die overheid te gaan kijken. We voelen dat hier ook een beetje. En ik hoor u nu denken, stiekempjes, nou ja, en als dat dan ook weer teleurstelt met die overheid, dan stromen de kerken misschien wel weer vol. Ik twijfel. Ook in Nederland dreigen cynisme en populisme, deze week zeer actueel, angstaanjagend actueel, onze verkiezingen te gaan domineren. Maar wie ontfermt zich nou over ons? Wie of wat geeft het antwoord op de vraag wat is goed en wat is fout? Wat moet ik doen? Moet ik het wel doen? De geschiedenis laat zien dat we die verantwoordelijkheid, het antwoord op die vraag, graag buiten onszelf zoeken. Maar misschien zoeken we wel onder de verkeerde lantaarnpaal, omdat we dat licht gewend zijn. En is het tijd om antwoorden veel dichter bij huis te zoeken? Is het de hoogste tijd om het veel meer zelf te doen? Daar is moed voor nodig. Dat valt niet mee. Ik ga weer even terug naar het bedrijfsleven. Vooral daar valt het niet mee. Sinds we de markt heilig hebben verklaard en de overheid op afstand is komen te staan, geldt voor veel mensen het adagium, ieder voor zich, God voor ons allen. U kent het. Een enorme focus op korte termijn resultaten, ik noemde het al, overheerst, overleven op je werk van kwartaal tot kwartaal in de hoop voldoende te verdienen voor je langs de kant staat. Uit recent onderzoek van McKinsey, u kent het, Rising the Challenge of Short-termism,
van Dominique Barton, blijkt dat inmiddels 44%, moet je zich voorstellen, 44% van de leidinggevenden in het bedrijfsleven kijkt niet verder dan 2 jaar vooruit. Kan niet verder dan 2 jaar vooruit kijken. Zit daarin vast. En ik heb het dus al vaak gehoord die afgelopen 25 jaar. Ik wou dat het anders was, maar dat kan niet anders. Eerst de bottom line, u kent de bottom line, de winst. Eerst de bottom line op orde. En dan is er misschien ruimte om ons over onze omgeving te ontfermen. Denk aan het milieu, denk aan de moraal. Samen met Laurentien van Oranje, dat boek kwam net ook even voorbij, publiceerde ik een paar maanden geleden het boekje Nog lang en gelukkig. We vroegen aan 10 leiders, denk aan de bazen van Shell en Unilever, maar ook van Rotterdam, Ahmed Abu Talib en de Europese Unie, waar ze mee worstelen. Wat hun grootste dilemma's zijn. Die hielden we vervolgens voor aan kinderen van 10, 11 jaar. 10, 11, 12 jaar. Een fascinerende ervaring. Werkelijk, de intuïtieve wijsheid van kinderen is soms overweldigend. Die hebben nog helemaal geen agenda. Bovendien zijn onze leiders nu vooral bezig met de wereld vorm te geven waarin zij, die kinderen, straks moeten gaan leven. Dat geeft je ook de morele plicht eigenlijk om soms bij kinderen te raden te gaan. Waarom zou je niet naar hun luisteren? Echt luisteren, dat valt niet mee. Een van de geïnterviewden was Feike Siebesma. Hij is CEO, bekende CEO, populaire CEO. De man van de uitspraak, niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt. Mooie uitspraak. Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt. En hij vertelde ons, Laurentien en mij, over een ontmoeting met ontevreden aandeelhouders. Ze vonden dat DSM, die aandeelhouders vonden dat DSM te veel met duurzaamheid bezig was. Dat zou ten koste van het resultaat gaan. Siebesma vroeg ze of ze kinderen hebben. Zich geen zorgen maakte over het klimaat en het energievraagstuk. Ze beaamde dat. Waarop Siebesma vroeg of het ook niet hun taak was om het, van het bedrijfsleven om hiervoor te gaan zorgen. De aandeelhouders stelden dat anderen die kolen maar uit het vuur moesten halen. Siebesma worstelde met het systeem waarin korte termijn winstgevendheid belangrijker wordt gevonden dan de effecten op langere termijn. De CEO van DSM vatte zijn dilemma voor onze kinderen moedig samen. Hij zei, hoe blijf ik trouw aan mezelf in een wereld die vaak van je verwacht dat je maar stoer mee moet doen? Zeg me, moet ik nu mijn hart nog meer laten spreken en nog harder duwen om deze balans in de wereld te krijgen? Of een beetje meer meeveren? Wat zouden jullie doen? Mika, 11-jarige Mika, adviseerde hem de grens van het systeem op te zoeken. Interessant. Als iedereen beneden staat te dansen en jij staat op het balkon, je bent wel aanwezig, maar dan ben je erbij en kan je het toch goed overzien. Mooi. In zijn bestseller Dit kan toch niet waar zijn, stelde antropoloog Joris Luijendijk een jaar geleden het allemaal nog wat scherper. Hij concludeerde dat er niks mis is met de bankiers, met de players daar in die Londense city. Het gedrag dat ze vertonen is weliswaar hartstikke fout, maar ze kunnen niet anders. Ze zwemmen in een shark tank, vertonen overlevingsgedrag. Het systeem waarin ze functioneren deugt niet, het is een somber boek. Luijendijk voorspelt nog meer ellende vanwege dat kennelijk onvermijdelijke systeem. In het eerder genoemde McKinsey-onderzoek, een enquête onder 1000 C-level, CEO's, hoogste niveau level managers, stelt iets anders vast. Natuurlijk, in de top, ik heb het al genoemd, van het grote bedrijfsleven speelt het verslaan van de concurrentie en het tevreden stellen van aandeelhouders een hele belangrijke rol. Maar er is nog iets. 40% van de respondenten geeft aan dat de verwachtingen van het eigen management met betrekking tot compensatie, bonussen inderdaad, een zeer belangrijke rol speelt. Doordat ze zichzelf allerlei doelen en daaraan gekoppelde beloningen op korte termijn formuleren, worden beleggers geprikkeld ze daarop af te rekenen. En zo ontstaat, we kennen hem, een negatieve visueuze cirkel. Een systeem waarin ze elkaar gevangen houden. En de korte termijn, het wint. Ieder voor zich, ik noemde het al, centraal komt te staan. De oorzaken voor het opportunistische, op korte termijn gerichte overlevingsgedrag worden dus in belangrijke mate, en dit is belangrijk, door die leiders zelf veroorzaakt. Nou, je zou natuurlijk nu kunnen zeggen, het wordt dus tijd voor andere leiders. Minder op weten en winnen gericht, minder testosteron gedreven. Natuurlijk. Het is ook de hoogste tijd voor meer echte diversiteit. Een enorme struggle, vooral ook in dit land. Het helpt allemaal diversiteit om deze onverkwikkelijke groupthink-tunnelvisie, waar die mannen dus in zitten, te verminderen. Nieuwe problemen te voorkomen. Toch wil ik graag een oproep doen aan de zogenaamde in dat systeem vastzittende leiders. Waarom zouden zij niet wat nadrukkelijker in de spiegel kunnen kijken en een eerlijk antwoord kunnen geven op de vraag, doe ik wel wat ik moet doen? Doe ik wel het goede? Doe ik wel het goede? Oh. Wat velen hiervan weerhoudt, is de diepe overtuiging dat ze integer zijn. Ik heb er veel ontmoet, ik ben integer. En dat ze daar niet over hoeven twijfelen. Dat vind ik een gevaarlijke houding. Iemand, dames en heren, die zichzelf integer vindt, moet je per definitie wantrouwen. Integriteit is als een huis. Als het niet wordt onderhouden, verwordt het tot een bouwval. De omstandigheden, weer en wind,
veranderen constant en vragen om training. Integriteit is als een spier. Hoe dikker, hoe beter bestand om op tijd op veranderingen te reageren, daarmee bezig te zijn, daar je over te ontfermen. Dat is sowieso hard nodig. Juist ook omdat gat het werd al aangekondigd tussen persoonlijke en professionele integriteit te kunnen dichten. Wat bedoel ik daar nou mee? Ik geef een voorbeeld. Een paar jaar terug gaf ik een lezing aan 1000 belastingadviseurs. Grote Griekse schulden, kunt u zich nog herinneren, speelden op de achtergrond. Ik vroeg hen, wie vindt belastingbetalen een kwestie van beschaving? 100 handen gingen de lucht in. Ik heb ze omstandig mee gefeliciteerd. Wauw! En vertelde toen over een onderzoek waaruit bleek dat er 1000 Griekse redenfamilies zijn, steenrijk, ook omdat ze sinds de Tweede Wereldoorlog geen cent belasting in Griekenland hebben betaald. Stel je voor, zei ik, morgen belt zo'n miljardair, zo'n Griekse miljardair, die belt jou, steenrijk. Hij wil jouw dienst inhuren. Wie zegt dan tegen die nieuwe klant, dat is mooi, fijn dat u belt, maar u moet één ding van mij weten. Ik was gisteren bij een lezing van meneer Smit, en daar heb ik mijn hand op gestoken. Ik vind belastingbetaling een kwestie van beschaving. Hoeveel handen gingen nu de lucht in, denkt u? 3. En de rest was boos. Ik had het niet begrepen. Kijk, zei ze. Als mens, als vader, als vriend, als Nederlander vind ik het echt. Belasting betalen is een kwestie van beschaving. Maar op het werk, ja, op het werk, dat kan ik me niet permitteren. Dan gaat hij naar de concurrent. En wij moeten wel een hypotheek betalen en de kinderen moeten ook naar een goede school. Zie hier het gat tussen persoonlijke en professionele integriteit. Laten we eerlijk zijn, ook in u in deze zaal. Laten we eerlijk zijn. We worstelen daar allemaal op zijn minst een beetje mee. Vorige maand maakte ik op verzoek van de Oude Kerk in Amsterdam een rondje op de Zuidas. Op zoek naar barmhartigheid, nieuwe naastenliefde. Een fascinerende ervaring. Ik schoot willekeurig mensen aan, die schrokken zich een hoedje. Ik moest ze omstandig uitleggen dat ik geen Jehovah-getuige was. Dat ik ze niet wilde bekeren. Dat ik ze alleen als journalist en schrijver van De Prooi wilde vragen naar hun beleving van barmhartigheid. De antwoorden lieten geen twijfel bestaan. Het woordje barmhartigheid deed de meesten denken aan middeleeuwen en de kerken. Ze werden er ongemakkelijk van. Op het werk speelt het totaal niet. Dat werk, dames en heren, wordt gedomineerd door key performance indicators. Kent u ze? Die moeten worden gehaald. Anders valt nergens over te praten. Over barmhartigheid hoeven ze trouwens ook niet na te denken. Daar is de baas verantwoordelijk voor. En thuis? Ach ja, dat zou natuurlijk moeten, maar ja, daar is nu simpelweg geen tijd voor. Dames en heren, het goede nieuws was dat ze aangaven, die mensen, ik ben niet van plan die de rest van mijn leven die Zuidas te willen blijven werken. Natuurlijk, er straks komt de ruimte, ook ruimte voor nieuwe barmhartigheid. En ook daar weer hetzelfde boodschap, het systeem deugt niet. Nou, ik wil naar een oplossing toe. Mijn time is up, zeggen ze hier, maar volgens mij heb ik nog langer dan 15 minuten gesproken. Dus ik neem nog even 2 minuten. En ik krijg een instemmend knikje. Goed, want we willen naar een oplossing. Ik wil u ook aan het werk zetten. U gaat straks aan het werk. Het gaat er dus om dat we de moed moeten hebben om onze integriteitsspier te trainen. Persoonlijke en professionele integriteit op één noemer te krijgen. Hoe doen we dat? Nou, zoek het werk eens op van Dan Ariely. Dat is een Amerikaanse organisatiepsycholoog. Hij heeft een schitterend boek geschreven, The Honest Truth About Dishonesty. Dat is voor mij een bron van inspiratie. Doe even mee. Hij heeft een aantal testen gedaan om aan te tonen dat we allemaal altijd een klein beetje jokken. En hoe we dat kunnen organiseren, dat jokken. 1000 mensen zitten hier in een zaal. Ze krijgen 20 minuten en 40 rebussen om antwoorden te verzinnen op die rebussen. En na afloop krijgen ze zelf de antwoorden. Die mogen ze zelf nakijken. Je mag jezelf dus nakijken. Daar komt een nulmeting uit en die is 7. 7 goed. We weten dus, 1000 mensen, 20 minuten, 40 rebussen. 7 is het goede antwoord dat ze zichzelf goed rekenen. Dan komen er 1000 nieuwe mensen, krijgen dezelfde opdracht met 1 verschil. Ze mogen zichzelf ook weer nakijken. Maar na afloop krijgen ze voor ieder goede antwoord $1. Wees eerlijk, wat doe je? Je kijkt na, je ziet dat je ergens A had ingevuld, heb je veranderd in B, het blijkt A te zijn, wat doet u? Oh, maar ik bedoelde ook A. Ja, dat doen we allemaal. We liegen allemaal een klein beetje. Dan, en wat gebeurt dus met het gemiddelde, het gaat naar 8,5-9, dat gaat omhoog. Dan, weer 1000 verse mensen, hetzelfde verhaal, 40 repen, 20 minuten, mag je zelf nakijken. Maar er is een acteur ingehuurd die midden in die zaal zit en die springt op. Als de sleutel is net uitgereikt, die springt op en zegt, niet te geloven, alle 40 goed. Loopt naar de kassa en haalt daar $40 op. Wat gebeurt nu met het gemiddelde? Doen we allemaal, we denken, wat ben ik nou voor mietje? Je rekent meer goed en het gaat naar 11. Nou, ja, dat doen we allemaal. Nou, nu afsluiten, nu gaan we naar een oplossing toe. Want nu gaat het mis, hè? Die leider in dat bedrijfsleven, dat systeem, u heeft het gezien, wordt allemaal gemotiveerd om de verkeerde dingen te doen. Hè, als je weet dat de baas bij ieder dinertje de duurste fles wijn bestelt, wat gebeurt dan met de gemiddelde wijnprijs van het bedrijf? Wat denk je dat er wordt gedeclareerd? Dat gaat hartstikke mis. Ik ga naar de laatste. Weer 1000 mensen. En het zal u bevallen dit. Het is ook een beetje Amerikaans, maar het past in ieder geval goed hier.
Weer 1000 mensen. Weer die 20 minuten, die 40 rebussen. En bij het nakijken, bij de sleutel, krijgen ze bovenop die sleutel liggen de 10 geboden. Dus ze werpen dus eerst een blik op die 10 geboden voordat ze nagekijken. Doen anderen niet. Weet u wel? Wat gebeurt er nu met het gemiddelde? Het zal u bevallen, het antwoord. Dat daalt bijna naar 7. Met andere woorden, als mensen regelmatig, bij voorkeur iedere dag, even bezig zijn met wat ze werkelijk belangrijk vinden, met hun eigen morele kompas, dan helpt ze dat, daar ben ik van overtuigd. En daar gaat het mij om hun persoonlijke integriteit, waar helemaal niks mis is bij de meeste mensen, en hun professionele integriteit, die door het systeem steeds wordt uitgedaagd om de verkeerde dingen te doen, om die langzaam maar zeker op één noemer te brengen. Daar nodig ik u toe uit. Veel succes. Dank u wel voor uw aandacht.